In het auditorium van het Medisch Diagnostisch Behandelcentrum van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo heeft gisteren de uitreiking van diploma's voor operatieassistenten en dialyse technicians plaatsgevonden. De waarnemend verpleegkundig directeur van AZP, Fauzia Niamoud, gaf aan dat het ziekenhuis steeds gaat voor verbetering van de kwaliteit van de beroepsgroepen. Om de professionele kwaliteit van de beroepsgroep te verbeteren, zullen wij als organisatie ons moeten focussen op deskundigheidsbevordering, verbeteren van het loopbaanperspectief, invoeren van evidence-based practice. De medisch directeur van het AZP, Lindy Liao-Kifa, zegt dat het academisch ziekenhuis ernaar streeft om goede professionals aan te leveren. De geslaagden zullen altijd de beste zorg moeten geven, want de samenleving verwacht dat het AZP hoogwaardige kwalitatieve zorg biedt. We zullen samen die topkwaliteit, die hoogwaardige kwalitatieve zorg moeten leveren. We krijgen ondersteuning vanuit de opleiding, maar een heleboel komt van onszelf. Net wat meneer Manhoeven zegt, het is een echo. Wat je verwacht, dat verwacht men ook. Dat wij verwachten het ook dat men van het geeft. Het is niet meer als op school, toch? Wanneer je denkt, ach, met een 6 zal het wel lukken. Wanneer ik vraag aan die kinderen van school, toch? Een 6 wil je hebben, nog. Wanneer je in het ziekenhuis ligt, verwacht je niet dat die zuster die naast dat bed staat, met een 6 is geslaagd. Toch? Je verwacht het beste. En ik denk dat we dat moeten blijven leveren. Dus laten we dat vasthouden voor de rest van onze carrière. Het geldt voor ons allemaal. Dat we proberen om steeds onder alle omstandigheden het beste te leveren. Het beste weten en kunnen. En dat we ook achter die kennis aangaan. Aldus AZP medisch directeur Lindy Liao-Kifa. Ze sprak gisteren de geslaagden van de opleiding operatieassistent en dialyse technicians toe. Ha ha.